Deze nieuwsuitzending die gaat over de oplossing voor het energieprobleem, anders dan dat van de VVD die 60% van Nederland wil volplempen met zonnepanelen, waardoor de landbouw wel naar huis kan. Dat staat helemaal nergens op, maar die mensen bij de VVD die kunnen niet rekenen. Die hebben een ernstig denkprobleem, want de uitspraak om Nederland vol te plempen voor 60% van het landoppervlak met zonnepanelen, wat dan natuurlijk ten koste gaat van bijvoorbeeld de landbouw en de halve bevolking zit in de schaduw en dan krijg je over schimmels. Daar heeft meneer niet over nagedacht, want bij de VVD rekenen, daar doen ze niet aan mee. Ze hebben geen verstand, ze willen alleen maar een leuk salaris en iedereen streeft naar de balken en de norm. En dan lopen ze een beetje te ouwe hoeren. En 's morgens in Gelderland stond er dan dat alleen Gelderland 200 miljard moet gaan betalen voor de zonnepanelen alleen in Gelderland. Maar dat bleek helemaal op een leugen te berusten. Het gaat over 35.000 euro per Gelderlander, dus alles bij elkaar. Helemaal geen 2000 miljoen zoals, 200 miljoen, ben jij een maf, joh. Nee, het is maar een derde ervan. Met 60 miljard voor Gelderland nemen ze wel genoegen. Ja, dat je het even weet. Stelletje maloten. Dat is toch te gek voor woorden. Er moet echt een IQ-test komen voordat je in de Tweede Kamer mag gaan zitten, hoor. En dan gaan we eerst kijken of je de tafel van twee wel uit je hoofd kent. Hé? Daar heb ik dus een vorige uitzending over gehouden. Die staat mooi op het internet, hoor. Ik zal even voor de volledigheid, hoor. Even kijken. 1 seconde. Oh, ik weet ook niet alles uit mijn hoofd. Even denken, hoor. Deze staat uploaden. Dan moet je even... voorzichtig, Peristalk gaat helemaal mis. YouTube, oh, dat is allemaal reten traag. Nou, het staat over klimaatramp. Dat is klimaatramp. VVD helpt ons over de afgrond. Daar leg ik het even in en uit. Dat de VVD van plan is om van het landoppervlak van Nederland 60% af te dekken met zonnepanelen. En het gaat dus niet. Dat kan je je ook wel voorstellen. Kijk, hier in Arnhem kan je beginnen met alle daken. Maar dan heb je, wat heb je dan te pakken? 20% of zo. Nou, dan moeten dus boven de straten, stoeptegels, overal moeten er zonnepanelen komen. Nou, die hang je dan hopelijk een beetje in de lucht, dat je eronder door kan lopen. Maar dan nog zit 60% van Arnhem in de schaduw de godganse dag. En wat kost dat dan onderhoud en zo? We zijn helemaal gek geworden bij de VVD. Ja, ik weet het niet hoor, maar volgens mij wel. Ik heb nooit zo'n hoge dunk gehad van het rekenvermogen van politici. Maar het is nou wel echt duidelijk geworden. Bij de VVD rekenen, daar doen ze niet aan mee. De Volkspartij voor Vaccinatie en Dwang. Of de Volkspartij vijand van de Demos. En Demos, dat is het volk. Ja. Mooie boel. Nee, nu hoor je het wel zo moeten doen. Ik heb even weer aan de ronde gekekerd. Volgens mij is de oplossing dat je zonlicht niet gaat verzamelen, het gaat bundelen of zo met fotovoltaïsche cellen. Dat is allemaal veel te duur. Zo'n stukje van, zag ik nou op het internet, ik kan nu even niet gaan nazoeken, maar je koopt één zo'n paneel voor 140 euro en dan heb je het over een oppervlakte van een vierkante meter of zo. Dat schiet niet op, hè. Ik bedoel, dat is erg duur. Dat is bijzonder veel geld. Beter lijkt het mij om dat zonlicht te collecteren met beroerd metaal. En waarom beroerd metaal? Nou, roet is het allerbeste absorptiemateriaal voor zonlicht. Dat is een oud liedje, maar niet Marokkaantje, maar Moriaantje, zwart als roet. Vroeger zong je dat op school, was het nog niet racistisch.
sloeg op die Moren die Spanje binnentrokken. En waar ze later weer uitgedonderd zijn, by the way. Maar zo zwart als roet. Het kan niet zwarter dan met roet. En roet is zo zwart omdat er geen enkele lichtstraal van terugkeert. Dus als er een lichtstraal, een foton, op een beroet oppervlakte valt, dan blijft het daar. Dat komt niet meer terug. Zeg maar een zwart gat, zo kan je het ook noemen. Al dat licht wordt geabsorbeerd. En in de vorm van hitte straalt het enigszins terug. Maar daar kan je wat aan doen. Iets met het isoleren of zo. Een isolatielaagje erbovenop voor het infrarood. Dat doe je met twee luchtlagen erboven. Zo. Dan is de uitstraling minimaal. En hoe werkt het dan? Nou, je hebt een metalen plaat nodig. Bij voorkeur aluminium. Ja. Dat mag elke... Onze Clio, dat is denk ik geen aluminium. Maar al die vliegtuigen die toch niet meer vliegen. Want heel veel vliegtuigen die zijn uitgevlogen. Neem je dat aluminium. Aluminium genoeg hoor, op deze wereld. En dat wals je dan uit. Dan moet je zo'n plaat moet je gaan beroeten. Nou, dat is ook niet zo moeilijk. Ik heb het zelf gedaan hier in Arnhem met een stuk fietsband. Daar heb ik een koperen plaat beroet. Werkte prima. Ja, dan moet je dat afdekken met een epoxylaag of whatever. En dan nog iets eroverheen voor de isolatie. Die niet te veel terugstraalt. Die plaats je in het zonlicht en dan aan de onderkant, daar heb je een metalen staaf waar dan de warmte van die plaat in afgevoerd wordt naar een koelere plek. Een plek waar er gekoeld wordt. Die koeling, dat kan zo simpel zijn als een groot stuk steen of een stuk beton. En in dat beton moet je dan iets hebben wat dan lijkt op een wortelstelsel. Dat die warmte mooi door dat hele, via metalen staven, stroomt die warmte in dat beton en dan ga je dat beton verwarmeren. Nou, en op die overgang van dat hete deel waar het zonlicht ingestraald is, naar dat koude deel waar je de boel gaat afkoelen, daar heb je een temperatuursverschil en het temperatuursverschil kan je aanwenden om dat om te zetten in elektriciteit. Direct. Dat kan je doen zonder bewegende onderdelen, met een batterij Peltier elementen of je maakt gebruik van een thermomechanische generator. Die heb ik net pas gevonden. Stirling Thermo Mechanical Generator. Het patent ding is, dat is, staat hier nog bij? Hey, bekijken. Dat is een of andere Britse atoomenergie stichting. Dat kan je ermee doen. En dit op grote schaal in gebieden waar je een ongelooflijke hoeveelheid zonnestraling hebt. Hier in Nederland is de zonnestraling gelijk aan 100 watt per vierkante meter. In Spanje gaat het al richting de, is het 600 watt. En bij de Sahara praat je over 1000 watt per vierkante meter. Dat is een hitte, jongen. Nou, daar kan je een Stirlingmotor op laten draaien. En die kan je dus een dynamo aan laten sturen. Een gewone, conventionele Stirlingmotor. Maar je kan ook direct... Dan heb je een TMG, een thermomechanische generator.
Staat hij hier nog? Even bijkijken. Wat het... Op YouTube kan je het zo vinden. Je voorbeeldjes ervan. En die uitvinder die heette Harwell. Ja. Nee. Hij is uitgevonden door Cook Yarborough. At the Harwell Laboratory of... Ach nee, maar mijn internet is rete traag. Ja, sorry hoor. Dat gaat hem dus niet worden. Je kan dus die overgang van dat hete deel naar het koude deel, dat kan je gebruiken om elektra mee op te wekken. En dat moet je dan ook doen. Klaar. En heb je één keer elektra, dat gaat door voor de allerhoogste vorm van energie. Daar kan je van alles mee doen. Kan je elektromotor mee aansturen. Kan je auto's op laten rijden dus. Je kan er lampen mee laten branden. Je kan er verwarming mee doen. Ja, zeg maar. Je kan alles doen met elektra. En het is makkelijk te transporteren. Toch? Dat is de manier om te gaan. En niet wat de VVD voorstelt, dat we hier in Nederland zelfvoorzienend worden omdat we te dicht bevolkt zijn en niet zoveel zonne-energie hebben. We hebben maar 100 watt per vierkante meter en wel 20 miljoen mensen. Dus ons energieverbruik jaarlijks is 3 keer 10 tot de macht 18 joule. En 1 watt is 1 joule per seconde. Kan je nagaan wat we dan verbruiken aan wattage. Dat is best veel. Ga ik nu even uitrekenen wat... wat we in Nederland aan wat verbruiken. Zodat je een beetje een beeld hebt. Wat wil even delen? Want je. Ja, dat wordt vrij veel hoor. Kan ik eigenlijk zo wel uitrekenen. 3 keer 10 tot de macht 18 joule per jaar. En in een jaar zitten 32 miljoen seconden. Dus dan heb je 1 keer 10 tot de macht 19. En dat is 1 keer 10 tot de macht 13. Ja, dat is dus zeg maar iets van 20 terawatt verbruiken wij hier. Ja, dat komt omdat we heel dicht bevolkt zijn. We hebben het oppervlakte niet om dat met zonne-energie aan te vullen. Maar in landen zoals Turkije, ik was in Bodrum voor een paar jaar terug. Nou, daar zie je hele heuvelpartijen liggen. Nou, niemand is daar van plan om er iets mee te gaan doen. Nou, ideale stukken om zo'n TMG gebeuren neer te plempen. Heb je toch stroom? Wat is dat nou? En dan voor de directe omgeving van Bodrum, kan je dat al toepassen? Als je die truc goed laat werken, dan kan je die stroom gaan, vanuit Turkije gaan exporteren naar Europa toe. Er is in Europa een Europese stroomnet. Dus je hoeft niet eens vanuit Turkije helemaal te leveren aan de Noordoostpolder. Ergens moet je het in het net pompen. En dan wordt het van daaruit wel verdeeld, toch? Dat is allemaal vrij makkelijk. Hetzelfde geldt als je dat geintje zou doen. In de Sahara. Je hoeft niet helemaal naar Hamburg toe met je stroomkabel. Als je in Spanje aan het net levert, dan is dat al voldoende. Als je dan wel een beetje. Altijd hou je transportverliezen. Die Stirlingmotors, die gaan erg lang mee hoor. Het zijn gesloten systemen namelijk. Het enige wat het
behoeft, is dat het aan de ene kant moet het verhit worden en aan de andere kant moet het gekoeld worden. Dat is alles. Nou, die koeling hebben we net verteld. Je graaft een groot gat. Daar doe je een isolatiewand in. Dat stort je vol met beton. Terwijl de beton nog aan het stijven is, laat je daar zo'n soort wortelachtige constructie in zakken. En die steekt boven dat beton uit. Nou, dat is dan je koeling. En daarbovenop heb je dan zo'n bladerendak van aluminium bladeren die beroet zijn. En die temperatuur van die bovenkant, ja, die gaat naar de 200, 300 graden Celsius. Op een zomerse dag in Turkije, hoor. Gaat keihard. Ja, en dan wil die Stirlingmotor wel draaien. Dan moet je nog iets grappigs verzinnen, dat als die steen dan 's nachts helemaal, of tegen de avond, is die steen behoorlijk warm geworden. En gedurende de nacht moet hij dan weer gaan afkoelen. Het zou leuk zijn als je van het afkoelingsproces ook nog een beetje stroom kan trekken. Helemaal grappig zijn. Zet er maar een ingenieursbureau op. Een paar jonge jongens met een rekenmachine. Dat moet je gaan doen. Een beetje vriendjes worden met die Turken. Je zou het in Frankrijk al kunnen gaan doen, want in Frankrijk is de zonne-intensiteit al behoorlijk. Daar ga ik maar weer de fout op denken. Ik zoek het even op internet, maar dat gaat niet. Nee, nou ja. Kijk, er zijn dus oplossingen voor. We lopen helemaal geen gevaar. Er is niet direct een energieprobleem. We doen wel de zonne-energie die er dagelijks op ons neerdendert. Die is zo enorm, joh. Het enige wat je moet doen is, je moet het opvangen. En dan moet je inderdaad denken in vierkante meters. Vierkante kilometers. Dat is toch helemaal niet erg? Maar niet hier in Nederland, AUB. We hebben al zo weinig de ruimte. Ja, dat is een idee om... Is dat al ergens verzonnen of zo? Maar je zou het kunnen doen met snelwegen. Dus het asfalt, dat wordt er ook hartstikke heet in de zomer. Vangt ook warmte op. Kan je het ook mee doen. Het is te doen, maar... Maar erg duur. Wat je ook zou kunnen doen is dat je boven de snelwegen maak je een overkapping en daar plaats je zonnepanelen op. Ja, dat kan je ook doen. Ja, dat maakt het allemaal weer erg ingewikkeld, hoor. Ik ga maar even zo'n overkapping maken over een snelweg waar wel iedereen de godganse tijd onderdoor moet karren. Nee, dat wordt lastig. Maar wil je zo'n geintje doen in Spanje? Ja, waarom niet? Er is genoeg braakliggend land. En Frankrijk ook, hoor. De meeste Fransozen die wonen in de grote steden. Bordeaux. En daaronder ook weer. Daar ben ik ook geweest. De havenstad. En Parijs natuurlijk. En Nancy. Iedereen zit in die conglomeraties. Land eromheen is niet altijd geschikt voor landbouw, tuinbouw, VTL. Er zitten veel kale plekken. En die kan je prima gebruiken voor het opwekken van elektriciteit. Op basis van zonneenergie. En nogmaals, niet gebruik maken van die fotovoltaïsche ellende. Dat is hartstikke duur. Dat schiet niet op. Zo'n fotovoltaïsche cel van zeg maar 1,5 vierkante meter, dat kost je dan €140. Ja, terwijl een plaat aluminium van een oude auto of whatever, je kan zelfs ijzer gebruiken.
niks anders voor handen is, gebruik maar ijzer. Het geleidt iets minder goed, maar... Nee, in de Sahara deed dat er dus 1000 watt per vierkante meter omlaag. Nou, dat komt wel even binnen hoor, in zo'n ding. En een Stirlingmotor heeft dan toch een rendement van richting de 50%. Weet ik niet precies met zo'n thermo-mechanical generator wat de efficiëntie is. Dat kan ik nu dus niet opzoeken. Mijn internet staat te blazen. Maar ga er maar vanuit dat het ook heel behoorlijk is. Oh ja, dat een mooi stroom, hè. Maar aanpakken, die handel. En niet Nederland vol gooien. Wat je wel in Nederland kan doen, lijkt mij, is dat je in die winderige gebieden, dat je daar windbrekers maakt. Dan denk ik aan Groningen, dan kan het echt verschrikkelijk waaieren. En dat is toch niet fijn voor de gewassen. Wat je dan doet is, dan maak je torens gewoon van steen, van baksteen of zo, beton. Kan je nog huizen in, appartementen in maken, een beetje crea over nadenken. En daar zet je dan windmolens op, met verticale assen, by the way. Niet van die horizontale dingen, want die moet je op de wind richten. Dat is veel te ingewikkeld, veel te duur, onderhoudsgevoelig, hou maar op. Verticale assen moet je hebben. Aan de bovenkant alleen maar een lager systeem, dat het lekker soepel draait. En aan de onderkant, daar zit de dynamo. En dat maakt niet uit vanuit welke hoek de wind komt, dat ding draait altijd in de rondte. Moet je nadenken over de ideale... En dan spreek je niet van een propeller, maar van bladen. Het lijkt een beetje op een vliegtuigvleugelachtig idee. Aan de ene kant wat dikker dan aan de andere kant. En als daar de wind op komt, ja, dan gaat hij dus de dikke kant op. En waar de dikke kant zit, die kant gaat hij op. En dan doe je er 2, 3, 4 aan zo'n verticale as. Nou, ja, dat draait in de rondte. Als je ervoor zorgt dat die... constructie goed stijf is, dat er geen vibratie in komt, dan moet hij er lang mee kunnen. En is er wat met de dynamo? Ja, de dynamo die zit vlak boven de grond. En dat ding kan lekker hoog zijn. En zie je het voor je? Je hebt één paal. En daaromheen laat je een buis zakken. Nou, aan de bovenkant heb je dus een lager systeem, dat die buis rond die paal kan draaien. En onderin heb je natuurlijk ook lagers, maar daar zit hij dan vast met een tandwiel of een V-snaar aan een dynamo. En dan op die buis enige hoogte boven de grond. Beginnen dan die bladen. Moet je kijken naar het maximale of het optimale aantal wat je dan op zo'n verticale buis moet monteren. Kan je misschien zelfs wel simuleren in een computer, weet je dat ook. Hoef je het niet eens uit te proberen, dan doe je het in de computer even simuleren. En dan breek je dan de wind mee. Dus dan heb je een dubbele win-win. Je hebt en elektriciteit, niet zo heel erg veel als je misschien zou willen. Maar je breekt die wind. Dat is wel prettig voor de landbouw. Dan moet je een kaartje hebben van de KNMI met de meest voorkomende windrichtingen. En dan weet je waar je ze moet neerzetten om de wind zoveel mogelijk te breken. Maak je als het ware windluwe gebieden. Want overal waar die windenergie in die draaiing van die bladen is omgezet, ja, daarachter heb je dus minder windenergie. Dus minder wind. Dat is de truc. En dat doe je gewoon business-wise. Want wat ik net voorstelde, dat is helemaal niet zo duur. Je moet van die torens bouwen.
Nou, die blijven heel erg lang staan. En dan heb je nog van die verticale assen nodig. Die moeten erin gezet worden. Nou, dat is ook niet zo ingewikkeld. Dan die bladen eromheen en wat, ja, wat dynamo's natuurlijk. Ik zou het leuk vinden hoor, om de rest van mijn leven te besteden aan dat soort projecten. Dan gaan we lekker lachen. Word ik ook nog een keertje blij. Even doorblij. Hey Reuzen, bedankt voor het luisteren over deze oplossing voor het VVD-probleem. Ik ga nog even nadenken over een mooie titel die een beetje de aandacht trekt. Maar dat verzin ik zo dadelijk wel. Ik ga eerst nog een kopje thee zetten. Met elektrische energie, want ik gebruik een waterkoker. Ja. Hey, lieve lievelingen. Op zijn hamburgers. Sag ich tschüss. Und Tag, lieber Arzt.